Ik ben nu derdejaars belofte. Volgend jaar vierdejaars en dat is meteen het laatste jaar. En ik hoop eigenlijk om dan de overstap te kunnen maken naar de elite en een profcontract af te dwingen bij bijvoorbeeld Sunweb. Ja, wat zijn hun plannen met jou? Ze willen mij opleiden als wegrenner en als veldrijder. En daar zoveel mogelijk proberen uit te halen. En dat wil ik zelf eigenlijk ook. Want hoe zie jij jezelf eigenlijk als renner? Ik zie mezelf toch nog wel als veldrijder ook vooral. Maar ja, wegwielrennen gaat gewoon steeds beter. En ik vind het ook steeds leuker worden dus. En we zien achter jou ook een plaatje staan van Parijs-Roubaix. Een wegwedstrijd, maar wel met een veldrijdtintje natuurlijk. Ja, klopt. Toen was het een beetje modderig. Dus vandaar dat ik een beetje veldrijder was. Is dat dan ook nou ideale race eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind het gewoon heel tof om te doen ook. Op de weg en het veldrijden te combineren. Dus eigenlijk wel een ideale race voor mij. Ja, het was een hele zware race, rond 80 kilometer voor ons. Veel nattigheid, dus veel valpartijen. Er gebeurde zoveel. Lekke banden, echt van alles gebeurde er. Dus het was echt een hele ervaring voor mij. En heeft die Duitse ploeg jou daarna ook bekeken en op basis daarvan opgepikt? Of waar komt dat vandaan? Ja, ik denk toch van het veldrijden. Ook vorig jaar had ik één wereldbeker gewonnen. En op de weg ging het ook gewoon heel goed. Niet dat ik wedstrijden won op de weg, maar wel gewoon goede uitslag gereden in meerdere wedstrijden. Ik denk op basis daarvan dat ze me hebben uitgepikt. Het bijzondere aan jou is natuurlijk dat je het veldrijden en het wegrennen combineert. Is dat een zwakte? Is dat een sterkte? Hoe zie jij dat? Persoonlijk zie ik dat ook wel als een sterkte. Je ziet heel veel renners die vanuit veldrijden de weg op gaan. En gewoon goede bike handling skills daarvan overhouden. En ik denk toch wel dat het sterkte is. Dus dan vanaf de komende seizoen in dienst bij Alpecin, ga je dan leren van Tom Dumoulin? Ja, ik zit natuurlijk niet bij hem in het team, maar wel in het development team eronder. En misschien dat we elkaar nog wel tegen gaan komen, ja. In ieder geval over een paar jaar hopelijk samen in de koers. Ja, het zou mooi zijn.